Want Zwift, als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan gaan ook wedstrijden als deze op deze manier verloren. Ja, ja, het is eigenlijk heel frustrerend, vooral omdat het gewoon gelijk opging. En dat je dan ook zo verliest. Iedereen denkt van als het dan gelijk blijft, dan kunnen we er nog mee leven. Maar dat je hem dan ook weer verliest, ja, dan word je helemaal... van binnen word je dan heel gefrustreerd. Ja, het werd net wel even gememoreerd. Hè. Dit was nou typisch zo'n wedstrijd die een 0-0 ging eindigen. Ja. Niet een hele leuke wedstrijd, denk ik, om naar te kijken. Nee, ik denk ook, de wind speelde misschien ook een beetje een rol. Er was vrij veel wind, waardoor wij voetballend. En zij zetten het midden goed dicht. Vaak willen wij door het midden voetballen en dan op de laatste naar de zijkant. En daar hadden we gewoon moeite mee. En dat deden zij goed. En in de eerste helft kwamen we een paar keer goed onderuit. De tweede helft zetten zij wat meer aan de linkerkant dicht waar wij op wilden. Of aan de rechterkant van ons waar wij op willen bouwen. Ja, dan hebben we wat meer moeite. Ja, en al met al dan denk je van, als het dan eventueel 0-0 blijft, dan denk ik dat we gewoon iedereen er op zich wel meer kan leven op een gelijkspel. Ja, dan valt hij op zo'n manier dat hij eigenlijk, valt die penalty wat nooit een penalty is. Maar ja. Nee, want wat is jouw verhaal bij die penalty? Ja, hij tikt mij, ik denk dat hij mij voor 2% raakt op mijn scheenbeschermen. Ja, en dan, en hij denkt van, natuurlijk, ik voel wat, ik ga liggen. En, Hij lijkt eerder met zijn voet in het veld te blijven hangen of wat dan ook. Ja, hij tikt me aan en hij denkt ik schop gewoon in de grond. Dan lijkt het nog erger. Ja, dan, het scheidstrapt erin. Ja, daar kun je er verder niet zoveel meer aan doen. Ja, ik sta op scherp, dus ik kan er niet wat van zeggen. Je hebt ook gewoon wijselijk je mond gehouden daarna. Ja, het liefst had ik hem helemaal verrot gescholden. Maar daar heeft ook helemaal niemand wat aan. Dus... Ja, het is al een lastige fase na de winterstop. Ja, dan kan je dit soort dingen er eigenlijk ook niet nog eens bij hebben. Dat je op zo'n manier een pingel tegenkrijgt. Nee, het zit even, eerste helft van het seizoen, dan waren dit soort kleine dingetjes, die kregen we allemaal mee en dan liep het allemaal goed. En nu valt alles verkeerd, waardoor we eigenlijk wedstrijden verliezen. Ja, zelfs als vorige wedstrijd speelden we gewoon goed en dan verliezen we eigenlijk ook een beetje onnodig. We hebben veel kansen. Ja, in deze wedstrijd ook hebben zij eigenlijk ook bij. Ja, op het laatste gaan we allemaal naar voren, waardoor zij nog kansen creëren. Maar daarvoor hadden ze eigenlijk niet zo heel veel grote kansen. Ja, wij trouwens ook niet, maar dan denk je van 0-0 is prima, maar dat mocht niet zo zijn. Ja, wat je in zo'n fase nodig hebt is een overwinning, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan dan op deze manier. Ja, we hadden er allemaal vertrouwen in, vooral omdat het spel tegen Aardewo gewoon goed was. Het kwam er vandaag minder uit dan dat tegen Aardewo was, maar het lag ook een beetje aan hoe zij druk zetten en alles. Maar dan moeten we 0-0 spelen, maar dat gebeurt dus uiteindelijk niet.